we graag de beste wensen doen aan onze familie, vrienden, kennissen, de vrijwilliger, de begeleiding. Wie willen wij nog meer doen? Was dat het? Ja, dat was het. Voor iedereen de beste wensen en een gelukkig nieuwjaar. Van Pablo, Jackie en Bianca. Ik, Maria de Bos en mijn familie bedanken iedereen voor de inzet tijdens het afgelopen jaar. En ik hoop, zoals mijn Mem en Anton in het volgende liedje zingen, dat voor allen een ster zal blijven stralen in 2022. Hij werd uitgezonden door Nederland naar het verre land waar het zo gevaarlijk is. En thuis daar wacht zijn geliefde meid die de brieven krijgt van een jongen die ze mist. Maar hij ziet een ster en die wijst hem de weg. S'avonds voor het slapen gaan kijkt zij naar dezelfde maan. Want al ben ik zo ver weg, geef de troost als ik zeg ik ben dichtbij je. Bij je neem me mee in je hart, zo wordt pijn al gesmart. Ik ben dicht bij je, ik blijf dicht bij je, zo ver. Voor een maand had zij geen bericht gehad en er lag op de mat een officiële envelop. Het noodlot greep hem in de kraag, in een hinderlaag en zijn brieven hielden op. Zij ziet een ster en die wijst haar de weg. S'avonds voor het slapen gaan kijkt zij naar dezelfde maan. Want al ben ik zo ver weg, geef de troost als ik zeg ik ben dicht bij je, zo dicht bij je. Neem me mee in je hart, zo wordt pijn al gesmart. Ik lijk dicht bij je, zo dicht bij je. Want al ben ik zo ver weg, geef de troost als ik zeg ik ben dicht bij je, zo dicht bij je. Neem me mee in je hart, zo wordt pijn al gesmart. Ik blijf dicht bij je, zo dicht bij je, zo ver weg. Ik heb nog een aantal foto's. Nou, deze komt van Frey en Gineke Huizeling. Die hebben op het Sint-Maarpark op 2 januari meegeholpen aan de oliebollenwandeltocht. Die hebben ze heerlijke oliebollen gebakken. Vonden ze ook heel gezellig. Deze is voor oom Pieter. Die woont aan het landhuis in Onstwedde. De nieuwjaarsgroet. En de laatste, kijk, er wordt alweer flink geproost met jullie.